in de studio, Ali B. En Diggy Dex. Diggy Dex. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Wim en Wietse. Een beetje een gekke week. Naar Brussel gisteren in één keer het nieuws dat Johan Cruijff overleden is. Natuurlijk, ja. Na die verschrikkelijke ziekte waar hij tegen gevochten heeft. Het kwam voor mij best nog wel een beetje onverwacht of zo. Ja, wel. Ja. Ik dacht van hij gaat helemaal door zijn uitspraak. Maar misschien is dat ook wel een beetje Cruijff hemzelf of zo. Om te zeggen van nou weet je, ik heb het gevoel dat ik met 2-0 voor sta. Een soort van bravoure wat hij altijd wel heeft gehad. Dat ik dacht van misschien ligt het daaraan. Maar het was in één keer pam. Die pushmelding gisteren. Wat gebeurt hier nou, joh? Nou, ik heb dit dus met mijn vader die vorig jaar aan longkanker is overleden. Heb ik dit ook gemerkt. Die terwijl ik hem vertelde van pa, het is waarschijnlijk uitgezaaid. Weet je, je moet echt gaan nadenken over, weet je, dat kan aflopen. Maar hij zegt, nee, ik heb een longontsteking. Hij was zo, weet je, daar raakte dit verhaal me ook. Omdat niemand het zag aankomen, omdat je zag hoe graag Johan er zelf in wilde geloven dat hij het zou overwinnen. En ja, de was voor mij echt dat ik echt, hij wilde of kon dat misschien ook niet over praten. Hè? Dus nee, niet over praten. En niet accepteren. Was. Hij wil gewoon zich volledig richten op het leven. Maar heb jij een speciale band met hem, Ali, of niet? Want ik zag een fotootje voorbij komen gisteren op social media. Ja, het is wel een van mijn idolen. Hij was mijn idool nog eerder dan een andere rapper was of zo in Amerika. Het was zelfs zo. Dat is bijzonder. Ik heb zijn documentaires gezien. Ik heb boeken van hem gelezen. Ja. In ieder geval 2. Mijn vrouw die zag dat ik zo'n fan was. En op een gegeven moment was ik jarig. En ze weet, ja, ik kan me nooit meer echt blij maken als een kind met een cadeau. Omdat alles wat ik wilde, dat koop ik redelijk snel. Ja, ik vind het, ja. En dus ze moest super origineel zijn. En toen heeft ze mij een date cadeau gegeven met Johan. En één op één ging ik met hem eten gewoon. Wauw. En dus ik weet, het is super bijzonder. Want ik was als in een groepje, stond ik te trillen. En op een gegeven moment was aan het eten. En tijdens het volgende, ik had een rosbief of zo. En ik weet nog dat hij zo'n stukje rosbief op zijn wang had. En ik durfde het niet te zeggen. En hij is dan niet te volgen als hij praat. Dus je probeert. Je mag over voetbal praten met Johan Cruijff. Gewoon één op één. Dat is als kind, dat is gewoon een droom. Dan ga je niet beginnen over rosbief op zijn wang. Nee, dus, maar elke keer als hij stopte met praten, deed dat stukje op zijn wang nog zo. Blablabla. Ik weet nog wel wat hij gezegd heeft dan. Ik kan me voorstellen dat je dan helemaal gewoon. Nee, dat is echt. En ik ben een redelijk empathische jongen. Ik kan redelijk volgen wat mensen vaak zeggen. Maar bij hem echt. Een dag later snapte ik pas wat hij allemaal heeft. Maar dat is wel het ding. Want er zijn altijd nog een beetje mensen die daar een beetje cynisch over doen. Ja, wel uitspraak, waar slaat het allemaal op? Maar er zit echt wel in de simpelheid vaak zeg maar echt een onderliggende gedachte in. Ja, hij heeft toch dat boek, dat wat ik dan toevallig ook had gelezen. En daardoor hechtte ik daar ook veel waarde aan. Van, het maakt niet uit als je het nu niet snapt. Want hij heeft een boek dat je gaat het pas zien als je het door had. Ja. Dus ik legde het niet bij hem. Ik had bij mezelf zoiets van, ja, ik heb het gewoon nog niet door. Weet je wel? Nee, ik snap het nog niet. Nee. Mooi. Jullie gaan Ik Hel Alleen Bij Jou spelen. Natuurlijk Diggy Dex, Ali B. Kunnen we dit een soort van opdragen aan Johan Cruijff? Is dat gek? Zeker. En met name aan zijn familieleden die nu iemand moeten hebben bij wie ze terecht kunnen natuurlijk. Ja, ja zeker. Zeker. Okay. Ik huil alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Make us Q.